Het is zo mooi hoe God geregeld heeft hoe wij mensen op aarde komen. We worden niet door een engel of een ooievaar op de planeet gedumpt met een soort uh, handboek, handleiding, instructieboekje. Nee, we worden geboren dankzij een daad van liefde. Waarin twee mensen die op elkaar lijken, maar toch ook heel verschillend zijn, met elkaar één worden. Wie kan het ooit mooier bedenken? En natuurlijk denken we bij het lezen van het mooie ideaal meteen ook aan ja, hoe het allemaal heel anders kan lopen: seks tegen iemand wil, ongewenst, al die ongewenste zwangerschappen, miljoenen. Hartverscheurende abortussen, gebroken of liefdeverloze gezinnen, eenzame mensen. En Gods hart breekt erover. Wij denken het als mensen vaak beter te weten op het gebied van relaties, biologie, seksualiteit, dan God. Maar ondertussen worden dagelijks talloze harten gebroken door de gevolgen van onze of eigen wijsheid. of ja, dat we het wel proberen, maar dat er gewoon een gebrokenheid in deze wereld is. En God is goed en God heeft genade voor al onze misstappen. Op deze gebieden waar we onze zonden eerlijk, eerlijk beleiden. En geloven dat Jezus bloed de schuld ervoor betaalt. Worden we voluit vergeven. Mogen we opnieuw beginnen. Maar omdat hij liefde is. Wil hij wel dat we zo goed mogelijk weten hoe het wel bedoeld is. Een prachtig helder ontwerp. Omdat hij zo van mensen houdt. En dat hij wil dat elk kind optimale start kan krijgen. En de grootste kans om hem te mogen ontmoeten. En zijn patroon het Bijbelse huwelijk. Voor man en vrouw. Een levenslang verbond waarin die twee mensen een leven geven voor elkaar. En dat kinderen opgroeien. Het liefst met een papa en mama die samen ieder een stukje van wie God is aan ze uitstralen. Verschillend, maar toch ook één. En Gods doel daarmee is, staat in Malachi. Daar zien we, joh, het verlangen van God is... Waarom, waarom, waarom heeft hij dit zo geregeld? Daar staat het verlangen van God is, hij wil goddelijk nageslacht. Hij wil kinderen... Die Hem echt gaan dienen. En daarom spoort hij ons. Misschien ben je nog geen ouder. Of misschien ga je het ook niet worden. Maar het is toch goed om dit te weten. Om dit, dit concept van, van God te leren kennen. Wat ook geestelijk is van toepassing. Daarom spoort hij ons aan. Om zo goed mogelijk daarin Gods wil te doen. Voor die relaties. Wat binnen onze macht is natuurlijk. En de Heer weet wat je wel of niet kan. En. Om, als die kinderen er eenmaal zijn, en dat kunnen dus ook geestelijke kinderen zijn, om ze actief het geloof mee te geven. Ik merk dat ik vaak dezelfde fout heb gemaakt. En dat hoor ik ook bij andere mensen terug. Dat we denken, oh, ze krijgen het vanzelf wel mee. Ze zien het allemaal wel. Maar dat valt dus behoorlijk tegen. In Psalm 78, vers 4 staat: Wij zullen de daden van God niet verbergen voor onze kinderen. Maar we zullen aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen. Die hij gedaan heeft. Israël had feesten die, die jaarlijks terugkwamen. waarin soms dezelfde verhalen werden verteld. En, en veel verhalen die jij verteld hebt. ook dingen die je met God meegemaakt hebt. dingen die je van God hebt leren kennen. die moet je gewoon herhalen. Eén keer is niet genoeg. En als ze zeggen: Pap, mam, heb ik al gehoord. en je, pas als het de, 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 de neus uitkomt. dat geldt ook voor een gemeente trouwens. pas als het de, de neus uitkomt. dan pas hebben ze het een beetje. beginnen ze het een beetje te begrijpen. Denk niet dat weten ze toch wel. dit verhaal kennen ze al. Wat jij met God meegemaakt en van hem geleerd hebt. En het is iets wat we allemaal, elke ouder, actief moeten doen. De Deuteronomie 6, vers 6 en 7. Houd de geboden die ik u vandaag opleg, steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Laat het dus niet over aan de kinderwerkers, aan de kerk, aan de christelijke school. God geeft de dosering aan hoe vaak je het moet doen, altijd overal. Wees niet zo hoogmoedig dat je denkt het beter te weten dan God. Maak het normaal dat het altijd over God gaat. Dat ze van huis uit over elk onderwerp wat relevant is, elk onderwerp wat relevant is, thuis al gevormd zijn. Want als jij het thuis niet doet, doet de duivel het wel voor je. Hersenspoel dus je kinderen voordat de duivel het doet. Dit is wat God zegt. Prent het ze in. Thuis, weet je wel? Dus in je huis, maar ook in de auto, op de fiets, of waar dan ook. ook Bij elke situatie. Wat Jezus doet met zijn discipelen. Grijp alle dagelijke situaties voortdurend aan om te spreken over wat God erover zegt. Want nogmaals, als wij het niet doen. Als God het niet door jou heen kan doen. dan doet de duivel het sowieso. Kijk naar het dagelijkse bombardement van gedachten. van alle details van het wereldbeeld. Het anti-god wereldbeeld wat over ze heen wordt gespoeld als een stroom. We zien dit in Daniel 1. Daniel 1, hoe Babylon Joodse jongens ontvoert en begint te hersenspoelen. Babylon, Babylonisch hebben net de tempel verwoest, het meest heilige van God. En, en de jongens, de beste jongens daar, er staat bij de jonge mannen, Daniel 1 vers 4, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk... Ik weet niet waarom ik me altijd zo aangesproken voel bij deze tekst. Nee, grapje hoor, is toch radio? <laughs> Bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en helden van verstand. Die werden meegenomen om dienst te doen in het paleis van de koning. En zij moesten onderwezen worden in de geschriften en de taal van de Galdeën, zijn de Babyloniërs. En de koning stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden. Dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs: Daniel, Hanan, Ja, Misa, El, Azar, Ja. Ik zeg dat even zo, zodat je hoort dat er in elke naam een El of een Ja zit. En El is een naam van God. Ze hebben de naam van God. En Ja is de afkorting van Yahweh. Maar het hoofd van de hovenlingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij. Bel-Sazar. Hanania noemde hij Sadrach. Michel Messach. En Azaria Abed-Nego. Interessant. In, in plaats van die namen waar een naam van God in zat, kregen ze allemaal de namen van, waar de naam van een Babylonische afgod in zat verwerkt: de goden gode Bel, Aku, Aku en Nego. Babylon wilde heel bewust. Deze kids, tieners misschien, twintigers, hersenspoelen. Ze moesten onderwezen worden, staat er. In een, er moesten een aantal dingen gebeuren. Ze moesten onderwezen worden in de geschriften, spreekt over hun denken, onderwezen worden in een andere taal, ze moesten anders gaan spreken. Ze moesten hun ziel met andere dingen gaan voeden, ander voedsel. Met de bedoeling uiteindelijk om hun naam te veranderen. Hun, er staat in de Bijbel voor je identiteit. De duivel, het Babylonische satanische systeem van deze wereld, ook in Nederland, niet alleen in andere landen, wil onze kinderen, en ons allemaal trouwens, een, uiteindelijk de, de, uit, dat de identiteit die God ze gegeven heeft, uit hun wezen wordt gehaald. En dat de naam van een afgod daarvoor in de plaats wordt gesteld. Zij het geld, zij het belangrijk willen zijn, roem, status, um, wat dan ook. En het, die, die hersenspoeling die is compleet. Wij zijn geroepen om geheel anders te zijn, zegt Efe 4, vers 20. Om heilig te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Apart gezet betekent dat woord. We zijn geroepen om daarna te jagen. Jagen naar die heiliging. En om daarin zelfs handen af te hakken, ogen uit te rukken. Oftewel het niks te radicaal zijn, om je apart te houden van alles wat onrecht is en wat besmetting brengt. En zo staat er ook in Daniel. 1, vers 8 staat er. Daniel nam zich nu in zijn hart voor. om zich niet te besmetten met al deze dingen. Met de gerechten van de koning. En uiteindelijk. werden ze na tien dagen werden ze op de proef gesteld. en waren ze tien keer beter. dan alle anderen. Ze zagen er gezonder uit. Satan wil onze kinderen hersenspoelen. Geschriften. Het denken. Het onderwijs. Het officiële staatsdoctrine is dat we ontplofte apen zijn. Is dat, we, dat, we, dat er eerst niks was en dat werd spontaan werd dat iets. En dat iets waar je moet maar lang genoeg laten ontploffen en wachten. En dan komen er vanzelf planeten en sterren. En een planeet die op de precies goede afstand staat. En daar ontstaat dan een of ander modderig soepje wat bubbelt. Een vulkanisch of misschien een, 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 weer een, een, een komeet die inslaat. En door het spontane dode soepje begint spontaan te leven. En dat krijgt pootjes en dat krijgt oogjes. En dat kruipt uit die modder. En, en, en via een hagedis en een brandnetel en een orang-outan wordt het je opa en wordt het jij. Dat is wat de wereld ons wil dat we leren. En dan zijn ze verbaasd dat de kinderen en de jongeren zich gedragen als beesten. En dat, ze, dat er zo'n epidemie is van mensen die zich waardeloos voelen. Want ja, wat voor waarde heb je als je een ontploft ongeluk bent? Als je gewoon een, een bal moleculen bent? Weet je, als niemand waarde aan jou hecht, dan mag je worden geaborteerd of als straatkind worden afgeschoten. Omdat je lastig bent. Want je bent wat mensen vinden wat je waard bent. Weet je, terwijl God zegt: Ik heb je geliefd, ik heb je gewild voor de grondlegging van de wereld. Ik heb, weet je, ik stond bij, de, bij het startschot dat er 100 miljoen kandidaten waren. om jou te worden. Om in de eicel van je moeder als eerste te komen, als zaadstelletje. En dat God jou apart riep. En zei, kom eens even hier. Weet je wel? En al die anderen stonden klaar en stonden te wachten op dat start zijn. En God zegt, kom jij maar even hier. Zij gaan allemaal die kant op. Maar als je daar halverwege rechtsaf gaat, dan ben je sneller. Dan heb je een korte route. En dan gaf je een extra handoplegging, een turbo in je staart. En je was er als eerste. En jij bent een overwinner over miljoenen. God, heeft je gevormd in de schoot van je moeder. Je bent zo kostbaar en waardevol. Waarom? Omdat God bestaat en jou wilde. En de duivel wil dat we anders gaan denken hierover. En hoeveel van onze kids, ook christelijk opgevoerde kinderen, zijn er niet ingevallen en worden hier meegesleept? Omdat we ze niet dag en nacht hebben gebombardeerd met Gods waarheid. Op allerlei verschillende soorten en zo leuk mogelijke manieren natuurlijk. Daniel, zijn vriend, moest een andere taal gaan spreken. Weet je, hoe je dingen noemt, zo zal het gaan heten, zegt Genesis 2, vers 19. Hoe noem jij dingen die om je heen gebeuren? Weet je, wat voor naam geven Hoe spreken wij over mensen en over dingen? Diagnoses. Is het on ongeneeslijk? Is het onmogelijk? Is, is dit een slecht iets of een goed iets? Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Dit is wat er in de wereld voortdurend gebeurt, zegt Jezaja 5. Laten we, dus de, en, en de wereld wil dat we met hen mee gaan spreken. En, en hoeveel dingen noemen we onbewust niet dus op een bepaalde manier, omdat de wereld er zo over spreekt. Andere dingen eten moest Daniel onze vrienden doen. de staat van onze vriendschappen, onze relaties, maar ook media, internet, muziek, films. De staat: wees niet overmoedig, misleid jezelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden, 1 Kwartier 15, vers 33. Gezegend ben je als je niet zit in de kring van spotters. Dit kan ook een tijdlijn of de stories van spotters zijn. Gezegend ben je als je daar niet in staat, of je laat je niet door beïnvloeden. En allerlei gedachten waarmee de duivel ons bombardeert. Om uiteindelijk onze kinderen en ons allemaal uit de Godgegeven identiteit te halen. Bereid je kinderen voor om die keuze te maken die Daniel maakte. Ik neem me voor in mijn hart om me niet te laten besmetten. Satan, ik vreet niet wat je mij voorschotelt. Ik weiger het te eten. Maar God zegt dat onze kinderen eigenlijk zijn kinderen zijn. Ezekiel 16, vers 20 en 21. Ze zijn niet van jou, ze zijn van mij. Wat heb je gedaan met mijn kinderen, zegt God daar tegen Israël. We krijgen ze in bruikleen. Rentmeesters zijn we over ze. We moeten rekenschap aan God afleggen. Of we hem hebben gehoorzaamd in onze opvoeding. Of we hebben gezegd van ja, dat zegt God wel, maar pff, ik weet het beter. Het belangrijkste daarin is natuurlijk onvoorwaardelijke liefde. Het hart van een vader laten zien. Ze laten weten dat ze altijd welkom en geliefd zijn. Of ze nou goed presteren of slecht, dit is Gods hart naar ons toe. Maar, of beter gezegd, en, die liefde betekent ook als het nodig is, correctie. Het is soms zo makkelijk, oh, helemaal mijn eigen ervaring ook, hè, mevrouw, om ze lekker achter een scherm te laten zitten. Weet je, oh, lekker makkelijk, zijn ze lekker rustig, kan ik mijn ding doen. Maar, als de Heilige Geest spreekt, wees aanwezig en kijk wat ze doen. Of fouten die je bij ze ziet. Het is zo makkelijk soms te laten gaan. Ik heb er geen zin in die strijd aan te gaan. Maar God zegt, wie nooit straft, haat zijn kind. Wauw. Maar wie het lief heeft, straft het reeds op jonge leeftijd. Spreuken 13 vers 24. En ouders, maak je kinderen niet verbitterd. Dus wees ook niet te hard voor ze. Laat die liefde, die onvoorwaardelijke liefde de basis zijn. Maar vorm en hen wel bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Efeze 6 vers 4. Ook hierin roept God zijn discipelen op om te sterven aan zichzelf. Jij wil misschien rust voor jezelf in dit laten gaan. Maar je hoort de aansporing van mijn geest om ze nu te corrigeren. Aandacht te schenken, aanwezig te zijn. Te luisteren, te begrijpen, in te grijpen. Wat voor vorm die liefde ook maar moet krijgen. En op die, op die manier, als we onze kinderen hersenspoelen onder leiding van de Heilige Geest. Voor de duivel het doet. Wordt het gezin de plek waar God zijn werk in zowel deze als de volgende generatie krachtig tot stand kan brengen.